Goedemorgen. Goedemiddag. Klok slaat naar 2. Zou dat? Ik ben opgebleven om te dansen. Je had me nog niet mogen wekken. Ik droomde dat mijn papa hier was om te zien of ik likdoorns had. Verlang je erg naar je papa? Ja, soms wel. Ik moet er liever niet aan denken. We hebben geen school vandaag, baby. Kunnen we niet wat leuks gaan doen? Winkelen of zo? Ja, dit zou wel leuk zijn, maar we hebben geen geld. Waar is mijn geldkist? Waar zijn mijn goudstukken? Niet hier, niet daar. Waar is mijn geldkist nou? Niet hier. Is hij dan soms daar? Ook niet hier. Huts. Ook niet hier. Oei. Had ik gisteren nou maar niet de kamer gedaan, dan wist ik nou waar ik zoeken moest. Zo, daar zijn ze dus. Goh, wat ben jij rijk, zeg. Nou, we gaan spelen. Kom, we gaan spelen, jongens. Ik ben een stoomboot. Pippi, je hebt je ogen dicht. Ik vaar in de mist, dan zie ik niks. Hé, hey, bloed. Ja, zie je dat? Bloed. Er is een moord gebeurd. Ja, dat is het lijk. Misschien de moordenaar zelf wel. Ja, bloederig. En één been. Of twee linkervoeten. Goh, wat een zomersproeten. Pippi, kom eens kijken. Pippi, wat is er? Heb je dat gezien hier? Nee. Hebt u last van zomersproeten? Wat ben jij beleefd? Nou, als iemand beleefd iets vraagt, dan moet je beleefd antwoorden. Kom, we gaan naar binnen.
daar? Nee. Wat bedoel je? Ik bedoel nee. Ik heb geen last van zomersproeten. Maar lieve kind, je hele gezicht zit vol met zomersproeten. Maar last heb ik er heus niet van. Ik vind het mooi. Hebt u bloemetjesparfum soms? Ja, maar dat kost centjes. Hier. Jongen. Bah, ruikt afschuwelijk. Zeg, het spoor houdt op. Tja. Niemand. Kun jij het verklaren? Nee, kun jij het? Nee. Hoor eens, we zeggen er niks van. Ja, maar... Zo, petje op je tikje. Bassie, over naar Bassie. Mijn pet. Hier heb ik nog een erg mooie stof die net binnen is uit Italië. Oh, is dit niet iets bijzonders? Ja, heel mooi. Oh, die kleur past bij uw hele type, mevrouw. Ja, dat is prachtig. En een fantastische kwaliteit. Voelt u zelf eens, dat is crème-vrij. Kind, wat doe jij daar? Wat ik wou een paar nieuwe haarstrikken. Maar dit is toch niet zo geschikt? Ik kijk wel even rond. Ja, 30 gulden per meter. Vind je dit helemaal geen leuke zaak? Kijk eens. Pippi, waar zit je nou weer? Pippi? Allee! Waar is je weer? En bijzonder mooi brokaat hier. Ziet u? Oh, ja, oh, dit is helemaal wat u zoekt. Ideaal voor een avondjurk. Maar die kleur, is dit niet een beetje... Oh, vindt u? Nou, dan gaan we nog even bij daglicht kijken. Alsjeblieft. Ja, graag. Driemaal in de ronde van je opzesta. Driemaal in de ronde van je opzesta. Driemaal in de ronde van je opzesta. Goeiedag, Freule. Hoe maakt u het? Vindt u het niet leuk hier in de zaak? Ik zeg goeiedag, hoe maakt u het? Vindt u het niet leuk in deze winkel, zeg ik. Als ik iets vraag, dan moet u iets terugzeggen. Adieu, adieu. En bedankt nog, want u bent werkelijk heel... Wat heb je? Oh, wat moeten we nu doen? Wat heb jij gedaan daar? Je hebt die dure popstok gemaakt. Ik heb een arm nodig. Wat kost die? Kost die? Poppen zijn niet te koop, dat begrijp je toch wel? Hier zijn 2 goudstukken. Daar. Dank u wel. Huh? Kijk toch. Adieu! Wat
Holla hi, holla ho. Pippi, zullen we hier eens in gaan? Ja, hier gaan we naar binnen. Zo, dat is het dan. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank u wel. Wat wil jij hebben? Een lolly van 10. Dank je wel. Alsjeblieft. Het is verbinderij, zeg. Wij krijgen alleen op zondag snoep. Dat is toch fijn? Wat wil jij voor lekkers hebben, hè? 18 kilo karamels graag. 18 kilo? Jij wilt zeker 18 karamels, hè? Ik wil graag 18 kilo karamels hebben. Is dit genoeg? Oh, dat is een gouden munt. Dat is genoeg geld voor nog veel meer. Ja. Maar 18 kilo heb ik niet in de winkel staan, zeg. Ik zal eens even kijken of ik het nog in het magazijn heb. Mogen wij intussen pas wat snoepen? Ja, natuurlijk. Ga je gang, maar voor een heel goudstuk, zeg. Kilo in het magazijn gevonden. Oh, geef maar. Dan nemen we dit nog. En dat. En nog wat hiervan. Oh, Pippi, nog wat van dat schaaltje. Van die grote rechts naast je. En dat mandje daarboven. Nog niet genoeg. Hebt u nog... Nu nog 60 boterballen, 102 plakken chocola en 102 chocolade sigaartjes. 60 boterballen, 102 plakken chocola, 102 chocolade sigaartjes. Waar haal ik dat vandaan? Weet jij wat het lekkers, Pippi? Van die heerlijke lange vetendropslingers. Van die heerlijke lange vetendropslingers. Oh. En koksballen. Oh. En bubbelgum. En grote gomballen. Gesponnen suiker. En dan pepermunt. Oh, pepermunt. Jee! Is er iemand die door de week nooit snoepjes krijgt? Vandaag is snoepjesdag. Ja, ik. Wij snoepen alleen op zondag. Zijn er nog meer kinderen die vandaag een extra snoepje willen? Oh ja! Oh, 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 ja. Oh, ik heb nog niet zo lekker. Ik heb nog niet zo lekker. Kijk, hoe lange veertendroppen. Oh, die zijn al weg. Ik heb een hele lange veertendrop. Oh, joh, je hebt een hele lange veertendrop. Medicijn? Medicijn heet dat. Wat zouden de apothekers hadden begrijpen wat ik bedoel als ik vraag om medicijn? Medicijn moet je zo. Oh,
Goedemiddag. Wat kan ik voor je doen? Dat is curieus. Ik had graag 4 liter medicijn. Wat? Ik wou 4 liter medicijn. 4 liter medicijn. Wat zeg je? Wat wou je hebben? 4 liter medicijn. 4 liter? En wat voor soort medicijn? Ik wou graag een soort medicijn die helpt tegen ziekte. Tegen ziekte? Een ziekte? Wat dan voor ziekte? Ja, die moet helpen bij kinkhoest of rode hond of maagpijn of hoofdpijn of... Je hebt misschien een erwt in je neus gekregen. Het zou reusachtig zijn als je er meubels mee poetsen kon. Jij bent niet goed lekker, zeg. Dat is het juist. Daarom wil ik toch ook een medicijn die helpt als je flinke pijn in je buik hebt. Of pikzwarte benen, of kramp in je elleboog. Of gepiep in je borst, of gesuis in je oren. Of als je niet erg lekker bent. Hebt u zo'n medicijn? Zo in. Heer. Voor mij ook, zeg. Heer. Zeg eens, waar hebben jullie eigenlijk al dat snoepgoed vandaan? Pippi Langkous voor ons gekocht. Of het hartstikke aardig. Ja, maar ik wil... Gek, wat kunnen mensen dom doen? Zoveel flesjes en het gaat makkelijk in één. Maar jij gooit alle medicijnen bij elkaar, Pippi. Dat kan gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Ach. Kom vooruit, we gaan naar de overkant, naar de speelgoedwinkel. Ja. Daar is een echte grote speelgoedwinkel. Ik heb nog staan. Kom allemaal naar de speelgoedwinkel. Kom allemaal als je speelgoed wil. Kom allemaal als je speelgoed wil. Even. Hoe kunnen jullie zoveel speelgoed kopen? Oh, we zijn erg rijk. Pippi heeft een hele kist vol goudstukken. Zeg eens, mams, die kleine. Ja? Zeg eens, waar woon jij precies? In een villa aan de stadsrand. Kom eens opzoeken als je wil, hè? Thank you.
Wat is dat? Hoor je dat? Ja, ja. Kom, kom. Stop, stop, stop. Wat is dit voor herrie? Generale repetitie van het jeugdorkest. Onmiddellijk ophouden. Dat is gewoon een demonstratie. Daar heb je een vergunning voor nodig. Ja, schip maar op. Ja, hop. Tot ziens dan. Ja, tot ziens dan. Dat is vast een heel diep gat. En als dat helemaal doorloopt, komt het aan de andere kant van de aarde uit. Bij de Indianen. En die hebben geen medicijn. Maar die Indianen hebben vast ook wel kinkhoest of buikpijn of rode hond. En ze hebben een neus vol erwten. En dan hebben ze geen medicijn. En nu hebben ze hem! Hey, hebben jullie mijn papa hier voorbij zien gaan? Heeft hij blauwe ogen? Ja. Ziet hij er net zo uit als iedereen? Niet te lang en niet te kort? Ja. Heeft hij zwarte schoenen met hakken? Ja, ja. Nee, dan hebben we hem niet gezien. Ach. Zeg, wacht even. Heeft hij een kaal hoofd? Nee, dat heeft hij niet, hoor. Dat is fijn voor hem. Hoor eens even. Heeft hij lange oren die tot op zijn schoenen reiken? Nee. Waar heb je dan iemand met zulke lange oren voorbij zien lopen? Ik zie nooit iemand met zijn oren lopen. Alle mensen lopen met hun voeten. Je begrijpt het best. Ik bedoel toch, heb je werkelijk wel eens iemand met zulke oren gezien? Ben je wijs, kind. Men kan niet zulke grote oren hebben. Ja, in China. Daar heb ik eens een Chinees gezien. Die had zulke oren. Als het regende, dan schuilde hij onder zijn oren. En als het erg slecht weer was, dan kropen zijn vriendjes er gezellig bij. Onder zijn oren zaten ze dan te zingen. Ching chang, pling pling, ching chang, pling pling. Wat sta je eruit te kijken? Vind jij het soms niet waar? Je zegt het maar. Nee, het kan wel zijn dat er zoiets geweest is, maar... Er is niks gedaan. Ik heb het allemaal verzonnen. Want ik doe niks zo graag als alle mensen foppen. Ach. Zeg, we hebben je papa heus niet gezien. We hebben ook geen kale man voorbij zien gaan. Maar gisteren kwamen er 15 langs, arm in arm. Zeg. Nou, ik ook hoor. Dat is vast omdat we zoveel snoepjes hebben gegeten. Zeg dat wel, zeg dat wel. Kom, we gaan naar mijn boom toe. Hé, waarom? Naar welke boom? Naar deze, want er groeit limonade in. Ach, dat kan toch niet? En wat is dit dan? Jeetje. Wat knap zeg. Dat is toch wel gek, een boom waar limonadeflessen in groeien. En ik heb nog nooit zo'n lekkere limonade gedronken.
Maar je hebt er nog nooit zo'n dorst gehad. Hallo. Maar, Pippi. Waar zit jij nou? Ik zit in mijn geheime rovershol. Kijk nou, die boom is hol. Hé, hey, komen jullie toch beneden? Nee, dat durf ik niet. Maar hoe moet je er nou weer uitkomen? Nee, dat is onmogelijk. Ik kan hier nooit meer uitkomen. Ik blijf hier zitten tot ik oud ben. Gooien jullie per dag 3 maaltijden naar beneden voor me? Oei, nou moeten we toch naar huis, Pippi, voor het eten. Hallo? Hallo? Vergeet mij niet eten te brengen. Kun je werkelijk niet meer uit, Pippi? Nou, misschien lukt het wel. Als ik het maar echt probeer. Hallo. Hartelijk bedankt, Pippi. Haha, hartelijk bedankt. Ha, hartelijk bedankt.